Had u dat nou ook? Een paar weken voor Pasen begon het opeens te kriepelen en dacht u, ik moet toch nog maar eens een paar kaartjes voor die Matthäuspassie zien te bemachtigen. In Naarden, bij The Passion in Groningen of natuurlijk hier in Nijmegen bij onze eigen Lastpost, waarvan u net een lied hoorde. En toch is dat opmerkelijk. Voor veel mensen hoort de passie bij Pasen zoals eieren zoeken bij Pasen hoort. Maar... Hoe komt het dat we in een zo seculiere samenleving toch nog graag dat gezongen leidersverhaal van Jezus willen horen? Daarover, over die vraag waarom de passie zo populair blijft, daar gaan we het vanavond over hebben. Um, Martin Hondert, religiewetenschapper en musicoloog aan de Universiteit van Tilburg, houdt dadelijk een inhoudende lezing. En daarna gaat hij in gesprek met Tom Berns, godsdienstsocioloog aan onze universiteit. ...en onder leiding van Brenda Matthijs, die promoveert bij Religiestudies. En tussendoor zult u nog veel meer kunnen genieten van allerlei liederen uit de laspost. Mijn naam is Liesbeth Jansen, ik ben programmamaker bij het Soeterbeek-programma ...en ik wens u een hele inspirerende avond. Het blijkt al uit de introductie, de passie is hot in deze weken. Alleen als ik u al zeg de passie, dan hoort u wellicht al in uw oren... Het openingskoor van de Matthäus Passion van Bach of "O vol bloed ontwoenden. Nederland is in deze weken voorafgaand aan Pasen passieland. Kijk maar. In deze weken 141 uitvoeringen van de, ik zeg maar, de MP, de Matthäus Passion. En dat wordt gekoppeld aan beleving. De uitvoering moet intens zijn, moet je intens kunnen beleven. Het gaat om tot tranen geroerd worden, zowel gelovigen als ongelovigen. En deze week op Radio 4 beleven we de Matthäusweek onder het motto Geen Pasen zonder passie. En luisteraars mogen hun favoriete uitvoering van de Aria Erbarmendig insturen. En in de vroege ochtend horen we de favoriete passages uit de MP van enkele leden van het kabinet. De Passie is volop aanwezig op internet met de Matthäus Passion startpagina. Er is een Twitter-account speciaal gewijd aan Passieconcerten. En dan zijn er natuurlijk nog de vertalingen van de MP: de vertaling van Jan Rot en de vertaling van Ria Borkent. Die vertaling van Jan Rot, je zou kunnen zeggen Neder-Matthäus, werd in 2006 voor de eerste maal uitgevoerd. En dit jaar trekt Jan Roth zelf langs de theaters met zijn eigen vertaling, samen met quintet tango extremo en zangeres Pearl Josephson. Maar er is nog meer. Er is ook de meezing Matthäus en soms ook de meezing Johannes, want we dreigen soms te vergeten dat er ook nog een Johannespassie bestaat. De MP wordt ook aangepast aan kinderen. Speciaal een uitvoering op cd uitgebracht waarbij Edwin Rutte, Ome Willem, het lijdensverhaal vertelt en op de achtergrond klinkt de muziek van de Matthäuspersoon. En dan de Kindermattheus, een ingekorte mp waarin de kinderen af en toe ook bewegen en mogen roepen kruisig hem. En dan zagen we een paar jaar geleden in 2010 en 2011 2012 de BN'ers die zich op televisie lieten trainen in het zingen van een deel uit de mp. Vaak niet om aan te horen, maar het trok wel heel veel publiek. De Matthäus Masterclass. De uitzendingen van die EO die vinden ook nu nog navolging in het land. Want ik zie op internet zangdocenten die workshops aanbieden masterclasses voor amateurzangers die delen uit de Matthäus willen zingen. De MP van Bach is ook een uitdaging aan hedendaagse componisten. Want de passie is niet alleen maar een genre uit het verleden. Het is een vorm Inderdaad, verbonden aan de christelijke traditie, maar een vorm die ook door hedendaagse componisten wordt opgepakt. Zo componeerde de Schotse componist James Macmillan een Johannespassie in 2007 en een Lucaspassie die dit jaar een première ging in Amsterdam. En de Grieks-Nederlandse componiste Calliope Tsoupaqui componeerde haar Lucaspassie. En de Argentijnse componist Osvaldo Golijov zijn La Passion según San Marcos in 2000. Dan hebben we de Chinese componist Dun met de Water Passion gisteravond uitgevoerd. En de Nederlandse componist Boudewijn Tarenskeen met zijn versie van de Matthäus Passion uit 2009. Het zijn maar een paar voorbeelden. En tenslotte is er de actualisering van de Passie, met als meest bekende versie de Passion van de EO samen met RKK en het Nederlands Bijbelgenootschap. Maar ik noem hier ook de voorstelling De Dood van de Zoon, waarin eveneens popmuziek gebruikt wordt. En natuurlijk de Nijmeegse passie, De Lastpost van Willebord Huisman. Ik schaar deze passies onder het kopje actualisering, popularisering. Omdat ze de intentie hebben om dat oude leidersverhaal toegankelijk te maken voor mensen van nu, voor jonge mensen. Ze presenteren het verhaal opnieuw, verstaanbaar. En doorgaans met ruime aandacht voor de personages en hun beleving. Van die actualiseringen en die populariseringen trekt met name de passion de aandacht. In de media, op Facebook, bekende Nederlandse artiesten zijn bereid eraan mee te werken. Even wat getallen, gewoon op een rijtje. Middels het vierde jaar, 2011, 1 miljoen mensen keken daarnaar op televisie. 2012, 1,7. 2013, 2,3 miljoen. En wat zal het dit jaar zijn? Aanstaande donderdag op televisie. De Passion roept waardering op en afkeuring, want mag het lijdensverhaal wel getransformeerd worden tot een multimediaal spektakel? Is de verbeelding en de vertelling wel theologisch genoeg? En wat te denken van die combinatie popmuziek-lijdensverhaal? Is het niet beter om ons te beperken tot Bach, de klassieke Bach? Het is verleidelijk om heel uitvoerig bij de Passion stil te staan, juist omdat er heel veel factoren in het spel zijn. Dat maakt het spannend. Want het gaat niet alleen om het leidensverhaal bij de Passion, het gaat ook om city branding. Het gaat om de rol van de media, de werking van Nederlandstalige popmuziek in zo'n nieuwe context en daarmee ook de verandering van betekenissen. En dan de keuze van de Nederlandstalige nummers door Jan Willem Roodbeen op basis van wat je zou kunnen noemen ons cultureel geheugen. En dan de verhouding tussen de intentie van de initiatiefnemers, die eigenlijk uit zijn op evangelisatie, aan de ene kant, maar ook de toe door het publiek, live aanwezig, thuis op de bank, in zaaltjes en in kerken. Ik werk deze casus niet helemaal uit. Wel merk ik op dat het succes van de Passion samenhangt met onze liefde voor de MP van Bach. En ik zal dan ook proberen om die liefde. Te verklaren in de hoop dat ik daarmee ook het een en ander zeg over de Passion. En ik zal er geregeld op terugkomen: dat ik met het verklaren van de liefde voor de MP ook die andere passies enigszins verklaar. In de kanon van de Nederlandse klassieke muziek, die in 2007 uitkwam, staat op nummer 20 het Naardengevoel. Alleen al het feit dat ik Eenvoudigweg kan verwijzen naar Naarden geeft al aan dat de MP stevig verankerd is in ons cultureel collectief bewustzijn. Al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is het kabinet, vaak het voltallige kabinet, aanwezig bij de naardense uitvoering door de Nederlandse Bachvereniging. Je ziet het hier, de MP bij de MP je gasten meenemen naar Naarden stond, bovenaan, stond ooit bovenaan de lijst van de populairste society-evenementen die het weekblad Story samenstelde. En wie afgelopen donderdag de speciale MP-uitzending van De Wereld Draai Door heeft gezien, heeft dit enigszins decadente fenomeen kunnen aanschouwen. Want in de uitzending vertelde Connie, broer Stanes, hoe zij elk jaar met 12 gasten naar Naarden gaat. Ze zit op de voorste rij. 13 kaarten. Ze gaat erheen met de bus, wat Matthijs van Nieuwkerk het grapje ontlokte, dan zit u ook eens in de bus. Na het eerste deel gaan ze met de bus lunchen, weer terug met de bus, deel 2, daarna champagne. De Matthijs passie in Naarden. Hoe kunnen we de aandacht voor de MP in Nederland verklaren? Emile Wennekes, hoogleraar muziekwetenschap in Utrecht, probeert in het boek De Geheimen van de Matthäuspersoon in de geschiedenis van de Nederlandse Matthäusreceptie de katalysatormomenten aan te wijzen die onze liefde voor de MP enigszins verklaren. Ik ga zijn lange historische reconstructie hier niet herhalen, maar geef schematisch even wat belangrijke momenten weer. We hebben ze nodig om het te begrijpen. Dan moet ik terug naar 1829. In 1829 wordt in Duitsland de MP opnieuw ontdekt. 100 jaar nadat hij gecomponeerd is. De componist-dirigent Felix Mendelssohn Bartholdy voert de MP uit op 11 maart 1829. Dan in Nederland rond 1860. In Rotterdam werkt de muzikus Johannes Verhulst. Johannes Verhulst is opgeleid in Duitsland, onderhoudt ook goede banden met Duitsland. Hij studeerde bij Mendelssohn, is bevriend met Robert en Clara Schumann, en er is ook een muzikale stedenband tussen Rotterdam en de Bachstad Leipzig. Dan 1865 de Duitser Woldemar Bargil, we zien hem hier staan, wordt directeur-dirigent van de maatschappij tot bevordering der toonkunst. Zat in Rotterdam, maar had ook op allerlei andere plaatsen afdelingen. Dat waren koren, oratoriumkoren. En die uh, maatschappij tot bevordering van de toonkunst voert in 1870 voor het eerst de MP uit in Nederland, in Rotterdam. Het is fascinerend om het programmaboekje van die uitvoering te lezen. Eén citaat eruit. Mogen dan, nu de deuren van het verhevene heiligdom dat Bach in tonen heeft opgebouwd, zich voor onze stadgenoten zullen ontsluiten, zeer velen er binnentreden en zich aan zijn heerlijkheid stichten. Wat in 1870 begint in Rotterdam, zet zich voort. 1874 voert Johannes Verhulst de MP uit in Amsterdam. En in 1899 vestigt dirigent Willem Mengelberg, we zien hem hier, de jaarlijkse traditie van MP-uitvoeringen met het concertgebouworkest. Nu moeten we wel weten dat, in ieder geval tot en met Mengelberg, de MP altijd uitgevoerd werd met coupures. Hij werd kleiner gemaakt, er werden stukken uitgelaten. Men vond hem veel te lang, 3,5 uur was gewoon te lang. Dat hing ook wel samen met de manier waarop het uitgevoerd werd: romantisch, langzaam. Heel langzaam, als we aan de oude opname horen van, van Mengelberg en zijn MP, dat is waanzinnig langzaam. Dat kunnen we bijna niet met onze adem niet bijhouden. Dus het was een heel diep romantische uitvoeringspraktijk die meer deed denken aan Maler en Wagner dan aan Bach. Dan in 1921 de oprichting van de Nederlandse Bachvereniging, 1922 meteen het jaar daarna de eerste uitvoering van de MP door de Nederlandse Bachvereniging. In Naarden, daar begint, 1922. En dat is eigenlijk een soort tegenbeweging tegen die romantische uitvoeringen van Mengelberg en de kringen om hem heen. Dus minder massaal, minder romantisch en, nog niet meteen, maar na enige tijd, de volledige Bach, de volledige MP. Dus zonder de coupures. In Amsterdam was de uitvoering jaarlijks door Mengelberg op Palmzondag. Dus de Nederlandse Bachvereniging koos een andere dag, Goede Vrijdag. En dat is nog steeds zo die tegenbeweging, we kunnen zeggen een weg terug naar Bach, wordt ingezet. We zien in 1926 voor de eerste keer de MP in Nederland, in Rotterdam wederom... zonder coupures en met oude instrumenten. En vanaf de jaren 50 wordt die traditie die in Amsterdam en Naarden is gevestigd... als het ware overgenomen door lokale oratoriumkoren... die de MP in hun programma opnemen. Dus we zien dat de belangstelling voor de MP van Bach wordt... Eigenlijk ingezet door de band met Duitsland, door de soms felle discussies over de uitvoeringspraktijk, wel of geen coupures, wel of geen historische uitvoer, uitvoeringspraktijk. En het is die historische lijn die aanwijsbaar is in Nederland, die de intrede van de MP in onze cultuur verklaart en die tevens laat zien dat de MP eigenlijk zweeft tussen kerk en concertzaal. De MP is meteen vanaf de eerste uitvoering in 1870 in Nederland. Geen eigendom van de religie. En eigenlijk ook niet van de kunsten. Het hangt er een beetje tussenin. De MP behoort ons alle toe. Er is een tweede lijn in de Bach-receptie waaraan we aandacht moeten besteden. En dat is eigenlijk de visie op Bach als componist. Dat is een wat complexe lijn waar ik heel kort even wat van wil aanstippen. Ik hou het kort, anders kom ik helemaal niet toe aan die passie-hype anno 2014. We zien dat rond 1850 Bach in de beeldvorming, met name in de Duitsstalige landen, wordt gezien als een kerkmuzikus die werkt vanuit een innerlijke roeping. En dat wordt in de protestante theologie, krijgen we langzaam maar zeker, ik zit dan rond 1900, het beeld van Bach als een profeet, als een apostel. Na de Eerste Wereldoorlog wordt dat zelfs Bach als vijfde evangelist, met name onder invloed van de biografie van Carl Hesselbacher. Deert V evangelist uit 1934. Dus we zien in de visie van met name de protestante theologie de positie van Bach veranderen en als het ware steeds heiliger en onaantastbaarder worden. Die beeldvorm verandert onder invloed van de secularisatie vanaf de jaren 60. Dan gaat het niet langer om de boodschap die Bach verkondigde, maar om zijn muziek. Niet Bach is de evangelist, nee, zijn muziek wordt object van verering, zodat ook niet-gelovigen er een deel kunnen nemen aan die Bach-cultus. We zouden kunnen zeggen dat de Sankt Bach-passion uit 1985 van Maurizio Kagel een ironische reactie op deze verering is. Een citaat in zijn schetsboek had hij als motto boven zijn Sankt Bach-passion staan. Mogelijk geloven, mogelijk geloven niet alle muzici in God, maar in Bach geloven ze allemaal. Bij Kagel is het niet Christus die de leidende hoofdpersoon is, maar Bach. En in een sterk aan Bach's vormen eh, refererend oratorium klinken koralen als Ein veste burg is unser Bach en wordt het leven en sterven van de componist als troostrijk voorbeeld voor de hele mensheid neergezet. Kunnen we nu het succes van de MP in onze huidige cultuur verklaren? Die verklaring schuilt ten dele in die historische, twee historische lijnen die ik heb neergezet. We hebben een traditie met de MP, met Bach. We hebben een lange traditie met Bach. En tradities moet je zeker in onze vluchtige, steeds veranderende cultuur koesteren. Maar toch, die historische lijnen zijn niet voldoende om de MP-hype anno 2014 te verklaren. Wat maakt nou de MP, in woorden van Martin van Amerongen, tot een onverslaanbare rallyhit? Ik doe een poging en ik rijk zes denkpistes aan, om eens een mooi Vlaams woord te gebruiken. De eerste gaat over muziek. Natuurlijk begin ik met muziek. Waarom is de MP zo populair? Omdat hij zo mooi is. En eigenlijk het meest eenvoudige, directe antwoord op de vraag waarom zoveel mensen in deze weken naar de MP gaan: het is de muziek zelf. Die muziek is subliem. Dat Bach het meeste werk componeerde, daarvan zijn velen wel overtuigd. En kenners wijzen de vondsten aan: de kruisvorm om er één te noemen: het korte eerste deel horizontaal, het langere tweede deel verticaal. Maar ook het ritme van de dood in het openingskoor. De grillige harmonieën, bijna atonaal, bij de woorden die Jezus spreekt aan het kruis. Wie afgelopen donderdag die speciale De Wereld draait door uitzending heeft gezien, die weet dat dirigent Jan-Willem de Vriend niet uitgepraat raakt over de muzikale vondsten in de MP. Inderdaad, de muziek is subliem, maar de gewone luisteraar hoort en ziet al die subtiliteiten natuurlijk niet. Die ondergaat wel het effect. Van de flitsende afwisseling. Want de MP switcht ratensnel van aria naar dat gereciteerde verhaal, het spreekzingen, naar koorstuk en koraal en weer naar aria en weer naar recitatief. Bach schreef een zogenoemd oratorisch, een oratorische passie, een muzikale grote vorm die vanaf de 17e eeuw ontwikkeld wordt en die overeenkomsten vertoont met de opera, een geestelijk drama waarin de aria's de persoonlijke reflecties verklanken van het individu. Een eerste denkpiste, een tweede gaat over de inhoud. Want de MP is meer dan muziek, er is ook inhoud. Het lijdensverhaal. Matthäus, hoofdstukken 26 en 27. Zijn wij zo dol op de MP omdat wij van tijd tot tijd willen zwelgen in het lijden? Is het echt waar wat ik een bekende theoloog afgelopen week op Radio 1 hoorde zeggen? Het lijden past bij onze Calvinistische traditie, bij onze Calvinistische volksaard. Ik geloof niet zo in volksaard. Ik toon het bestaan daarvan maar eens aan. Maar ik wil toch de aandacht voor het lijden niet zonder meer opzij zetten. Die aandacht voor het lijden hangt mijnsinds niet direct samen met het verhaal, maar wel met de vorm. Want ook voor wie zich niet herkent in de christelijke traditie en ook voor wie geen waarde hecht aan de thematiek, het verhaal van kruis en lijden, die herkent toch in die grote muzikale vorm de algemene thematiek van lijden. Dood en gekwetst worden. Ik moet denken aan de eerste editie van The Passion in 2011 in Gouda. Ik interviewde na The Passion de zangeres Doe, die de rol van Maria vertolkte. En zij zegt, citaat: Het is dan wel een heel oud verhaal, maar met deze productie hebben we geprobeerd de link te leggen naar het hedendaagse. Ik ben zelf niet religieus. Voor mij zijn de Bijbelse verhalen metaforen voor dingen die we iedere dag met elkaar meemaken. Voor mij was dat de insteek om met deze productie mee te werken. Naar mijn idee werd er niets opgelegd. Iedereen mag ermee doen wat hij wil. Er staat wel een aantal dingen in je leven vast. Je gaat dood, je wordt allemaal wel een keer gekwetst. Ik vond het goed dat we ons realiseren wat we elkaar aandoen. Het gaat dus, althans voor velen, niet om de precieze inhoud. Maar de vorm staat wel ergens voor, roept iets op en wij als luisteraars worden door die vorm als het ware geframed. Dat wil zeggen in een bepaalde betekeniskader geplaatst. Je zou kunnen zeggen Jezus is een archetype geworden, symbool van het onschuldige slachtoffer van onrechtvaardig lijden. Bij de vorm bij de Passion en ook bij de Lastpost, daar staat het verhaal zelf nog wel op de voorgrond, doordat we het verhaal verstaan. En doordat de makers de intentie hebben om het verhaal te vertellen met hedendaagse middelen. Dus die vormen, de Passion, de Lastpost, zijn een representatie van het verhaal. Maar bij de MP van Bach is het verhaal voor velen al lang uit beeld verdwenen. En de vorm is niet meer, voor velen, niet meer een representatie van het verhaal, maar louter presentie. De klank is er. Oneerbiedig gezegd. We zijn niet echt geïnteresseerd in het verhaal, als de klank maar klopt. Dat bleek onder meer bij de heftige discussies die opleiden nadat Jan Rotse vertaling van de MP had gepresenteerd. Die vertaling was misschien wel goed, maar de klank was verdwenen. Want Erbarmedich klinkt toch echt anders dan Maria huilt. De klank van de taal was en is helemaal versmolten met de muziek en daar moet je volgens velen niet aankomen. Die muzikale klank, die is er, is een soort casco, een leeghuis, een klankhuis, waaraan wij als luisteraars onze eigen betekenissen mogen toevoegen. Dat kunnen religieuze betekenissen zijn, wellicht niet verwoord in de taal van de institutionele religies, maar daarmee niet minder religieus. Maar Martin van Amerongen verwoordt dit krachtig als hij schrijft, ook onschijnlijk heeft Bach alles aan God te danken, maar in werkelijkheid is het God die aan Bach schatplichtig is. Een derde denkpiste, de tijd. Muziek is een structurering van de tijd. Die structurerende werking van de tijd wordt gezocht, wordt verlangd. We zoeken naar muziek die als het ware onze menselijke tijd een ritme geeft, een bepaalde volgorde geeft. En doordat we op die manier met muziek omgaan, kunnen we als het ware. Door die muziek ook gevormd worden tot gemeenschap, maar ook het omgekeerde gebeurt. Muziek wordt ook bepaald door de grote tijdsboog die om die muziek heen staat, en dan met name het ritme van de seizoenen. Onze behoefte aan muziek wordt ten dele bepaald door de tijd, door het seizoen waarin we verkeren. En vergelijk het met pepernoten: in de zomer heb ik daar echt geen zin in. Dat is eigenlijk cultureel bepaald. Door onze bewuste en onbewuste luisterervaring verlangen we op bepaalde tijden naar bepaalde muziek of verdragen we muziek niet omdat die uit de tijd valt. Dat is ons culturele oor. Zo kunnen we lezen in een reportage in het tijdschrift Volzin uit 2009: een citaat. De Matthäuspersoon heeft niets meer te maken met de kerkelijke traditie van Pasen, maar met de afsluiting van het seizoen en het begin van het voorjaar. Mensen zingen de passie als jaarfeesten los van de theologische betutteling. Een ritueelkenner Thomas Kwartier die zegt in datzelfde nummer, de muziek is niet alleen geniaal, maar mensen koppelen haar opmerkelijk genoeg ook aan het seizoen, net zoals kerstmuziek bij het begin van de winter hoort. We hebben tradities en gewoonten die wezenlijk bij de afsluiting van het oude en de aanvang van het nieuwe seizoen horen. Uiteraard hebben sommige mensen religieuze motivaties om deel te nemen aan die traditie. Ze willen het leidersverhaal uitdrukken in muziek, maar los van het verhaal heeft leidersmuziek zelf ook een spirituele werking. De muziek roept het gevoel op van het begin van de lente, het ontstaan van nieuw leven. De vierde denkpiste, het civil ritual. We zouden kunnen zeggen dat het uitvoeren en bijwonen van de MP in de weken voorafgaand aan Pasen. in hoge mate ritueel geworden is, een handeling die elk jaar herhaald wordt en die geladen is met symboliek. De MP staat voor het vieren van de lente, het toeleven naar Pasen en het beleven van ultieme schoonheid. We zouden de MP als ritueel kunnen vergelijken met de jaarlijkse nieuwjaarsduik, ook wel de Unox nieuwjaarsduik. Nutteloos, maar het hoort erbij. Het zegt iets over wie we zijn. We spreken in dergelijke situaties van civil rituals, rituelen die in dit geval bottom-up opkomen en vooral de bedoeling hebben om mensen te binden, sociale cohesie. Civil rituals drukken een bepaalde waarde uit en die waarde is ons heilig. Een voorbeeld van een ander civil ritual, de dodenherdenking op 4 mei, 8 uur, een civil ritual. De waarde die uitgedrukt wordt in het ritueel is respect voor de doden en ook nooit meer oorlog. En het waarderen van de verworven en geschonken vrijheid. Die waarden zijn ons zo heilig dat niemand, geen onruststoker of dampschreeuwer, dat niemand dit ritueel... Kan of mag verstoren. Maar welke waarde wordt uitgedrukt in de MP? Dat is nog niet zo eenvoudig. Gaat het dan toch om het lijden? Ik zie daarin geen waarde. Ik opteer voor schoonheid. Schoonheid verenigt alle individuele toe-eigeningen onder één noemer. We vieren in het uitvoeren en bijwonen van de MP de schoonheid. Dit vinden wij mooi en niemand mag dit van ons afnemen. Daarmee zegt de MP iets over de identiteit van de Nederlander, zoals ook de dodenherdenking en de nieuwjaarsduik dat doen. Ik ga naar de vijfde denkpiste, de media, de meest ingewikkelde. Want niet te onderschatten is de rol van de media. Maar hier speelt een beetje een kip-ei-probleem. Omdat de media zoveel aandacht geven aan de MP, gaan er steeds meer mensen naartoe. Er zijn er steeds meer plaatselijke zangverenigingen die dit grote werk op het programma nemen. Of is het andersom? Ik kom daar eerlijk gezegd niet goed uit. Maar ik zie wel dat de media de MP-hype versterken. En dan de laatste denkpiste. Die heet Sacred Fields. En deze laatste denkpiste ontleen ik aan mijn collega Paul Post. Hij heeft in meerdere artikelen zijn visie op de ritualiteit en sacraliteit in onze cultuur ontvouwd aan de hand van wat hij noemt ritueel-sacrale velden. Hij zegt, door bepaald gedrag, door ritueel gedrag, krijgen bepaalde plaatsen en momenten een sacraal karakter. Een sacraal dan in de betekenis van apart gezet, bijzonder gemaakt. Denk aan die twee minuten stilte bij de dodenherdenking, of aan, een, aan het bezoek aan een museum waar we in stilte of fluisterend langs de kunstwerken lopen. Denk aan het bidden voor de maaltijd, of de manier waarop voetbalsupporters zich kleden met de kleuren van een club als ze naar een voetbalwedstrijd toegaan. Paul Post onderscheidt in zijn analyse van de rituele dynamiek in onze cultuur vier ritueel-sacrale velden. Ik loop ze kort even langs. Ten eerste is er het religieuze veld: het traditionele geïnstitutionaliseerde veld van de religies. Kerkgebouwen, religieuze leiders, maar ook de postmoderne presentie in de media. Het tweede veld is het veld van herdenken: memorial culture, herdenken als. Dominant ritueel in onze cultuur, gerelateerd onder andere aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook aan slavernij of dit jaar de Eerste Wereldoorlog. Herdenken gebeurt op veel manieren: monumenten, het leggen van een krans, het inrichten van een documentatiecentrum, het organiseren van een herdenkingsconcert enzovoort. Het derde veld, het culturele veld, de arts en performances. Daar gaat het over muziek, beelden de kunst, theater, festival, museum. Deelname aan kunsten heeft veel rituele dimensies. En nog meer, het bijwonen van een concert of het aanschouwen van een mooi kunstwerk kan ons in vervoering brengen, kan diepe ervaringen oproepen. En dan het vierde veld, de leisure culture, de vrije tijdscultuur. Het gaat om de vrije tijd die ons wel degelijk heilig is: het wandelen op zondagmiddag, sport, vakantie, reizen, parken, attracties. Belangrijk is nu dat de sacraliteit in alle vier deze velden gevonden kan worden. De sacraliteit is niet gebonden aan alleen dat eerste veld, het religieuze veld, maar is in de toe-eigeningen -eigening, toe en betekenisgevingen die in de velden aan de orde zijn te traceren. Het aanwezig zijn bij de MP, het echt luisteren, de klank ondergaan, maakt van die drie, drieënhalf uur die de MP duurt een bijzonder sacraal moment. Die gedeelde ervaring die verbindt, ook al zijn de individuele betekenisgevingen heel verschillend. Nu betoogt Paul Post, en dat is voor ons van belang, dat rituelen succesvol zijn als ze aansluiting vinden, juist bij deze vier velden, bij alle velden. En juist dat zien we bij de MP, want via vier ingangen kunnen we de MP benaderen. Voor sommigen is het een religieus monument, een representatie van het leidersverhaal van Jezus Christus. Voor anderen is de MP vooral een muzikale herdenking van individueel en collectief lijden. Voor weer anderen gaat het om de muziek en haar schoonheid. En nog anderen beschouwen het bijwonen van de MP als een goede besteding van hun vrije tijd en als middel om hun sociale status uit te drukken. Veel luisteraars van de MP zullen zich thuis voelen in meerdere velden. Er is sprake van overlapping. En het bijwonen van de MP is juist daarom zo populair omdat deze performance op heel veel verschillende, met elkaar niet uitsluitende manieren toegeëigend kan worden. Daar staat het. Rijp voor discussie. Dank voor je aandacht.